klim nu van de 14 naar de 12. Ik reed net op de 70-14 achter Wilco, 62 kilometer. Zo gemakkelijk. Ja, ik kon het zeker makkelijk een uur volhouden op die, met die 62 kilometer. Dus ik geef weer Frans, als ik hier op deze baan heb ik 63-3 staan. Ja. Ik weet zeker dat ik dat makkelijk nu ook hier kan redden weer. Dan rijd ik in Moskou 5 kilometer harder. Niet dan Wilco? Moskou rijdt wel erg makkelijk. Ja. En vooral voor mij een zware versnelling. Daarom gooi ik hem nu op. Ja, en op de 13 of op de 12? Ik gooi hem nu op de 12, want we gaan op de blauwe lijn rijden. Kijk, en dan weet ik dat ik in Moskou het in ieder geval aan kan. Maar, ja, maar waar rijden dan in Moskou op? Welke lijn rijden? Op de 12. Ja, maar ja, op de zwarte lijn. Ja, zwart. Maar ja. Zwart is in Moskou is nog ruimer dan is nog ruimer als hier blauw, ja. Blauw. Oh, veel ruimer. Echt. Ja, dat weet jij. En weet je, daar kun je hem veel beter nog in de baan houden, omdat die baan is veel steiler. Die is daar 49 graden. Zijn de bochten daar ook 49 graden? Ja, die is zo steil. Ja, je weet niet wat je ziet, Frans. Als je daar... Wel snelweg, maar zo steil. Ja. Maar je luistert, ik ken nooit steiler wezen als het Kuipje in Gent. Van 160 meter. Nee. Daar heb ik ook achter de Danny gereden. Ja, maar die zal dan ook niet steiler zijn dan 49 graden. Maar nee, weet je, doordat hij zo kort is, ja, dan... Dat is zo kort is, ja. Ja, precies. We hebben dus echt geconcludeerd vandaag dat ik vlieg achter Wilco. Ik rijd wel 4 km per uur harder achter Wilco als achter Amber. Het ligt niet echt alleen aan de... Hij heeft een geweldige abri. Maar we hebben nu ook echt ondervonden dat deze derde gigantisch goed stuurt in de bochten. Ik blijf er dus echt heel heel goed achter zitten. Want achter Amber zat ik een paar keer over pal met de neus in de wind. Ja. Nou, dan moet je gewoon lossen. Want ik voel het als ik van 67 kilometer... ik heb het af en toe eens een keer geprobeerd om ietsjes te buiten te gaan. En dan rij je als het ware tegen een muur op. Kortom, ik heb echt heel heel veel vertrouwen in dat ik het record minimaal de 67,5 verbeter. Want als ik al hier op deze baan, die mij absoluut ook niet ligt dan... Al 67 rij, nou dan zit er echt nog veel in het vat. Ja, ja. En laten we ook maar even bevestigen hoe het ging. Nou ja, het voordeel van deze Danny is dat hij heel makkelijk de lijn vasthoudt. Dus als je zegt van joh, huppakee, blauw is blauw, dan is het ook makkelijk te sturen. En ik denk dat het een belangrijk ding is. En waar het om gaat is dat we natuurlijk het vertrouwen hebben zeg maar, in het materiaal, maar vooral in elkaar. En ik denk dat het daarover moet gaan. En als dat er is, ja, dan zijn er mooie dingen mogelijk. Het vertrouwen was er ook echt enorm. Ja, we hebben toch al 3 keer record met elkaar gereden. En ja, Wilco is een scheurmonster. Hij rijdt op snelle racemotoren. En je merkt het toch ook gewoon dat hij dat in zich heeft. Hij voert het ook perfect op en ook weer afbouwen enzovoort. Alle vertrouwen in hem. Nou, Rini, nu jij nog. Doe even een goed woordje, Wilco. Ja, ik denk dat Rini wel weet wat je in je mars hebt. En ik hoop dat hij. Ik hoop dat hij erin mee wilt. Dat hij zegt van joh, huppakee, je kan het. En het is een mooie promotie en we kunnen er wat mee. Ik denk dat het daarover moet gaan. En buiten dat denk ik dat het vooral moet gaan om de prestatie. En het is natuurlijk leuk als we daar goede mensen mee hebben. En ik denk dat Rini daar zeker eentje van is. Of meneer Wachtmans is er eigenlijk voor mij. Ja. Dus. Ja, ik denk dat als dat mogelijk zou zijn, zou dat geweldig zijn. Rini, we gaan minimaal voor 67,5. Ik heb jou steeds beloofd en we gaan het waarmaken. Dus
kom maar op.